Ik ben Alain Janssens, ben afkomstig uit de Tessenderlo en ik werk nu voor de firma Genzyme. Voor ons hier in Geel zijn we eigenlijk producent van een specifiek eiwit voor de ziekte van pompen. De meeste traditionele farmaceutische bedrijven gaan synthetische geneesmiddelen produceren. Wij gaan eigenlijk geneesmiddelen produceren met levende organismen. Wij hebben dus reactoren of grote vaten waarin wij eigenlijk voedingsstoffen brengen enerzijds en anderzijds brengen we daar levende organismen, levende cellen in die gaan zich vermenigvuldigen waardoor die een specifiek eiwit gaan produceren en dat eiwit is eigenlijk het geneesmiddel dat wij gaan opzuiveren om later te kunnen toedienen aan de patiënten. Het eiwit dat wij produceren, dat wordt eigenlijk wereldwijd enkel en alleen in Geel geproduceerd. In het verleden zijn er al evenementen geweest, meestal bij vieringen, bij het tienjarig bestaan van het bedrijf. Dan werden er soms wel eens patiënten uitgenodigd om te komen spreken over hun ziekte. Als je dan de getuigenis hoort van zo'n patiënt, dan besef je ook van, ja, we zijn hier niet gewoon schroefjes en boutjes aan het produceren, maar we zijn hier echt wel bezig met een geneesmiddel waar mensen op rekenen, die hun levenskwaliteit verbetert en zelfs levens kan redden.